Een goede dag, dames en heren. Frank en Albert zijn bij u terug om een game te casten tussen Vinkers en Leo Tsunami. We springen meteen de replay in en starten hem in 3, 2, 1, go. Alright, we zien in de linkeronderhoek de Protoss-speler Vinkers en in de rechterbovenhoek de Terran-speler Leo Tsunami. Albert, wij gaan hem samen casten. Inderdaad, we gaan hem weer samen casten, Frank. Ik heb er ontzettend veel zin in. Tal de Rim Alter. En er is er meteen al wordt er gesproken over, over iets anders. Diablo 3. Ja, dus niet StarCraft. Dat is ze Diablo. Hebben ze hebben niet geoefend, blijkbaar. Vooral hebben we Diablo gespeeld. Oh, leuk. Ja, nou, we zullen zien of dat een StarCraft-spel nog beïnvloedt. We hebben al één keer eerder een game van Vinkers gezien. Leo Tsunami hebben we nog niet eerder gezien. Dit is zijn eerste game. Dus benieuwd hoe hij het gaat doen. We zien wel dat hij dus als monk speelt in Diablo 3. Kijken of dat nog zijn speelstijl in Terran versus Protoss gaat beïnvloeden. Nou ja, er is een soort theorie over het leren, Frank. En dat is dat je als je een bepaald iets wil leren, dat je dat ook kan leren met zeg maar de vaardigheden die je hebt opgedaan bij het leren van iets anders. Oh. Het is echt dit was zo'n goede uitleg, Frank. Ja. Je begrijpt het nu helemaal, of niet? Je bedoelt dat vaardigheden overdragen naar andere. Precies. Dat vaardigheden soms heel goed kunnen overdragen naar andere dingen. Dus wie weet, allebei Blizzard Games. Ja, wie weet dat je wat leert van Diablo 3 spelen als je StarCraft gaat spelen, weer terugkomt in StarCraft. Ik moest even denken aan dat onderzoek dat nou gedaan wordt in samenwerking met de NSSL. In Nijmegen wordt een onderzoek gedaan bij de afdeling psychologie. En daar gaat men naar de positieve effecten van gaming kijken. Ze zijn ook geïnteresseerd in naar hoe vaardigheden die je opdoet binnen gaming nou overdragen naar real life situaties en zo. Hè? Word je beter in stressmanagement of in multitasking? Dat soort dingen gaan behandeld worden. En toen we het net over Diablo 3 hadden, dacht ik, ja, je zult zien dat het een geval is van overdracht van skills naar real life situaties. Want stel dat je Diablo 3 aan het spelen bent, dan heb je wel een StarCraft skills. Precies, zo is dat, Frank. Ik bedoel, stel je voor, in één keer word je op een dag wakker en staat een kanon naast je bed. Dan weet je in dit geval dat je gecanonrushed wordt en dan weet je ook precies wat je er tegen moet doen. Ja, nou ja, wat moet je doen? Ik weet het niet, maar het is heel mooi, ja. Een kanon naast je bed. Ja, of wat zerglings zijn aan je bedpoot aan het knibbelen of zo. Ja, dat inderdaad. Ai. En dan weet je dat je dus een wall of wat moet maken voor je kamerdeur. Je bent net pas je tanden aan het poetsen en ze staan aan de deur te krabben. Ja, dan het heet een rush. Goed dat je deur op slot gedaan hebt. Ja, inderdaad. Dat is altijd handig om dat soort dingen, real life situaties, te weten hoe je dat moet aanpakken. Anyway, laten we even teruggaan naar het spelletje, Frank. Ja, ja. Ondertussen zien we dat beide spelers hebben een scout in de basis van de tegenstander gekregen, dus die zien precies wat er aan de hand is. Leo Tsunami heeft zijn barracks best wel ver aan de voorkant gezet en ook een SCV staat klaar om hier een command center te pakken. Wow. Oké, de scouting SCV van Tsunami werd door de eerste zelf van Vinkers neergehaald. En inderdaad, Tsunami gaat voor een snelle expansion. Hij zag dat Vinkers in ieder geval niet voor een soort two-gate pressure ging of zo. En dan had hij het ook wel gemerkt. Maar verder ziet hij nog niet zoveel. En ja, voor hetzelfde geld gooit Vinkers nu 3 barracks, warp gates erbij. Hoe heet die dingen? Gateways. En gaat een 4-gateway push doen. Maar we zien dat ook hij voor een expansion gaat. Ja, inderdaad. Hij heeft niet de expansion van het Leo Tsunami gescout. Maar hij zal misschien toch wel vermoeden, ook gezien dat hij die supply depot daar heeft gemaakt en die barracks daar, dat er inderdaad een expansion aan gaat komen. Inderdaad, ja. Ja, dus beide spelers spelen voor het moment nog redelijk passief. Oh, we zien een marine en een stalker elkaar passeren. Die liepen gewoon langs elkaar. Heel marine denkt, what the fuck, stalker? En het draait om, maar ja, dat is ook niet zo slim, want ja, zo'n stalker, dit heeft toch weinig moeite om een marine uit te schakelen. We zien nu de eerste stalker en zealot doen wat druk. Oh, maar er is een marauder uit. Maar de marauder schiet op de zealot. Oh, en deze marauder gaat denk ik gewoon neer. Ja, inderdaad. Ja. En nu wordt het wel lastig. Wat heeft Tleo Tsunami voor units? Hij heeft 5 marines in de queue staan. Maar die zijn er nog lang niet uit. Dit is bad micro. Ja, en nu wordt zijn taglab aangevallen. Ik denk dat dat een blessing in disguise is voor Tsunami. Want die taglab gaat niet neer voordat de upgrade klaar is. Welke upgrade heeft hij eigenlijk? Oh, ja, de shell. Shells heeft hij. Ja, daar gaat hij dus niks aan hebben, want hij is alleen maar marines aan het maken. En, ja, inderdaad. En die ene marine staat ook nog steeds in het midden van de map. Waar moet ik heen, denkt de marine? Ja, dit is frappant. We zien een zealot en een stalker. Gaan hier het spelletje winnen voor Vinkers?
Ja, ik denk het gewoon. Ja. Hij kan gewoon geen units maken, die worden meteen gesniped. En nu is Vinkers of Leon de Tsunami misschien wel twee bunkers aan het maken, maar met welke units? Ja, wat wil je erin zetten? Ja, dit wordt is een beetje 42 tegen 18 supply op het moment ook. Er worden weer wat SCV's gesloopt, die bunkers die komen niet eens af. Zie je maar dat hij zoveel schade kan doen met twee units. Twee units, vanwege dat net de macro, de micro niet helemaal goed was van de hele tsunami. Ja, dat is toch spijtig. Dit is toch wel een dubbeltje op zijn kant, hè? Niet een dubbeltje op zijn kant, maar hoe heet het? Waar iets heel kleins een groot effect kan hebben. Butterfly effect, zoiets. Je bent altijd zo goed met je gezegden, Frank. Ja, precies. Hier komen nu de SCP's van de line. En die pakken deze stalker. Gaat ze hebben. Maar ja, joh, dat heeft echt veel meer schade gedaan dan het zou moeten, denk ik. Van. Eigenlijk wel, ja. Ja, wat is het? Had hij gewoon te weinig barracks gemaakt of zo? Wat was het probleem? Ja, ik denk dat het een micro-situatie was. En toen hij die Marauder verloor, had hij denk ik veel eerder als zijn SCV's moeten poelen. Ja. Want hij kon niks maken, kon zijn barracks niet afmaken. Die Marines werden meteen gesniped. En nu heeft Vinkers toch wel echt een flinke voorsprong. Ja. Niet alleen is zijn expansion op. Ik bedoel, hij heeft meer dan genoeg tijd gehad om units te maken. En er komt nou een Twilight Council en een Robotic Facility. En zijn expansion gaat lekker draaien. Hij Chrono Boost Probes. En hij kan nu gewoon weer aanvallen. En hij kan misschien wel het spel eindigen met deze aanval. Ja, hij loopt gewoon binnen. En inderdaad, dat is de GG van Tsunami. Ja. Nou, oké. Okay. Monk speelde wat te passief. Misschien moet hij een andere klasse kiezen voor het volgende potje. Dat is een lusje. We gaan naar het volgende potje. Blijf kijken.